ontwikkelingslanden is het slecht gesteld met de gezondheidszorg. Mannen, vrouwen en kinderen lopen dagelijks onnodige risico's. Door een goede voeding, hygiëne en voorlichting kunnen veel ziekten voorkomen worden. Ook bestaan er voor steeds meer ziekten goede behandelmethoden. Toch sterven er nog elk jaar wereldwijd miljoenen mensen, omdat ze geen beroep kunnen doen op een arts of de juiste medicijnen. Mensen in ontwikkelingslanden hebben nog steeds nauwelijks toegang tot zorg. Voor die mensen komt Stichting WEMOS nu al 25 jaar op. En voert voortdurend strijd om gezondheid hoger op de politieke agenda te zetten. In 1981 organiseerde een actiegroep van medisch studenten het congres Gezondheid en Politiek in Ontwikkelingslanden. Dit was het begin van het werk van Stichting WEMOS. Ja, toen waren we in november 1981 hier in dit gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Hadden we ons eerste grote congres, Gezondheid en Politiek. Waarom over politiek? Omdat we vonden dat het beleid in Nederland anders moest. We waren ontevreden over het beleid. En we waren niet de enigste. Er waren wel 1000 mensen die wilden komen. We moesten zelfs loodjes trekken wie mocht komen. We hadden internationale gasten. Professor Vicente Navarro uit Amerika. Professor Leslie Doyle uit Engeland. En onze nationale coryfeeën Vincent van Amersfoort en Frits Muller. En we praten over hoe het anders moest en zou gaan. We hadden 50 werkgroepjes. En vanaf die dag is eigenlijk WEMOS doorgebroken en een professionele actiegroep geworden. Welcome here on this very special occasion. Samenwerken met organisaties in ontwikkelingslanden is essentieel voor het werk van WEMOS. In de loop der jaren is er dan ook een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties opgebouwd. Deze partnerorganisaties maken zich sterk voor een beter beleid in eigen land. Ook strijden zij samen met WEMOS om problemen op internationaal niveau aan te pakken. Een voorbeeld van zo'n organisatie is de People's Health Movement in Tanzania. We have to address the issue of quality. Quality in staff, quality in equipment, quality in services. We have to address the issue of access to drinking water, access to proper housing, and also access to healthcare services. In short, access to health for all. WEMOS werkt samen met de partnerorganisaties uit ontwikkelingslanden bij lobbyactiviteiten, geeft advies over onderzoek, faciliteert trainingen en verstrekt informatie over internationaal beleid. Ook geeft WEMOS financiële steun. In Nederland voert WEMOS campagnes om haar standpunten onder de aandacht van politici te brengen. Bij die campagnes richt WEMOS zich voornamelijk op zorgverleners. En werkt ze zoveel mogelijk samen met maatschappelijke organisaties in Nederland. Die samenwerking versterkt het draagvlak en ondersteunt de lobby richting politiek en andere beleidsmakers. Zo is WEMOS een van de oprichters van Jubilee Nederland. Als onderdeel van de internationale campagne voor schuldkwijtschelding droeg deze coalitie van maatschappelijke organisaties bij aan het kwijtschelden van de schulden van de 18 armste landen in de wereld. WEMOS kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Ivan Wolfers, hoogleraar gezondheidszorg in ontwikkelingslanden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is ambassadeur van WEMOS en steunt het werk al jaren. WEMOS en ik hebben ongeveer dezelfde ideeën over wat er noodzakelijk is in die gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Dat gaat namelijk om hele fundamentele zaken. Toegang tot zorg, gelijke verdeling van de middelen, goede preventie.
veel minder dan de gezondheidszorg op zich. Nee, je moet investeren in die gelijke toegankelijkheid. Dat is een hele principiële keuze. Je moet blijven campagne voeren. Dat is heel belangrijk. Al was het alleen maar om die mensen die geen beslissingen willen nemen, om die voortdurend onder druk te houden. Wereldwijd hebben overheden de plicht om iedereen toegang te bieden tot gezondheidszorg. Internationale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, hebben daarbij grote invloed. Toch zijn er helaas maar weinig organisaties in de wereld die het beleid en de bestedingen van die instellingen kritisch in de gaten houden. Mike Rosen, freelance consultant op het gebied van internationale gezondheidsvraagstukken, werkt al jaren samen met WEMOS. To give you an example of international lobbying and the importance of it, the World Bank is the largest financier of health projects in the developing world. Its influence on health policy in developing countries is far greater, arguably, than that of the UN specialized agency, the World Health Organization. Yet very few people are lobbying the World Bank about its health policies. There's very little research being done in academia. And WEMOS, by commissioning research and by taking on the World Bank in lobbying, is doing something that no other organization is doing. And there's obviously an important role for it in this field in the future. Samen met organisaties in ontwikkelingslanden en met steun van Nederlandse zorgverleners oefent WEMOS druk uit op regeringsleiders en beleidsmakers om gezondheid hoger op de politieke agenda te zetten. Al 25 jaar houdt WEMOS de vinger aan de pols. Er zijn resultaten geboekt, maar de internationale gezondheidszorg heeft voorlopig nog een injectie nodig. WEMOS begon als een organisatie van vrijwilligers en is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een professionele organisatie met 20 mensen hier op kantoor. Maar wat niet is veranderd is de enorme gedrevenheid waarmee de oprichters zetten zich in voor een betere gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden. En dat doen wij nog steeds. Wat wel is veranderd is dat de oprichters dat deden door grote acties te voeren tegen bijvoorbeeld multinationals die zich misdroegen in ontwikkelingslanden. En te discussiëren over moeten we wel gaan werken als arts in ontwikkelingslanden. Wat wij nu doen is wij bekijken de effecten van internationaal beleid op de toegang tot gezondheidszorg en gezonde voeding. En voeren daar campagnes voor, werken samen met organisaties in het zuiden om daar daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. En ik zou heel graag willen dat WEMOS overbodig wordt, maar gezien de situatie in heel veel ontwikkelingslanden op het terrein van gezondheid is er voor ons nog ontzettend veel werk te doen. En dat blijven we met diezelfde grote gedrevenheid doen, ook de komende 25 jaar.